De volgende krans die geplaatst wordt, wordt gedaan door de protestantse gemeente Warmond, door dominee De Reus, en namens de Sint-Matthiaskerk in Warmond, de heer Timmerman. Het derde is een bloemstuk wat wordt geplaatst door de heer Van der Geest namens het VOMI en dat is de Vereniging Oud-Militairen Nederlands-Indië. En de heer Van der Geest wordt begeleid door zijn beide dochters. De volgende krans wordt geplaatst namens het historisch genootschap van Warmelda, door de heer De Boer en mevrouw Jansen. Namens de politie nodig ik graag uit de heer Bos en zijn collega.
De laatste krans die geplaatst wordt gaat namens vereniging Viering tot Warmonds Feesten. De heer Wassenaar en mevrouw Sival. Na deze plechtigheid van de bloemen en de kransen leggen, geef ik graag het woord aan de burgemeester van Teylingen, mevrouw Breuer, voor haar toespraak. Ja, wat is het waardevol om hier weer samen met u te staan, te herdenken op deze vierde dag in mei. Ik zei het zojuist in de kerk ook al. Het betekent veel om vandaag omringd te zijn door Warmonders. Samen terugkijken, samen 2 minuten stil zijn, samen kransen leggen, hier bij ons oorlogsmonument. En hebt u gezien hoe mooi het monument erbij staat? Het is geadopteerd door de leerlingen van de buitenplaats. Zij verzorgen de planten, praten in de klas over oorlogstijd. En zo groeit bij onze allerjongste generatie ook het bewustzijn over wat oorlog en vrede betekenen. En zo geven we vrijheid ook door. Op het monument zijn de regels te lezen uit een gedicht van Muus Jacobsen. Maar als ik leven mag tot de bevrijding en juichen op het overwinningsfeest. God, doe mij dan dit weten. Wat voorbij ging aan nood en leed is niet te vergeefs geweest. Ook de gemeenschap van Warmond heeft in de oorlogsjaren haar portie nood en leed gehad. Al tijdens de eerste oorlogsdagen sneuvelde de eerste Warmonder, Herman Valentgoed, telegrafist aan boord van een fokkervliegtuig. Na een treffen met de Duitse vliegtuigen stortte zijn toestel neer in zee. En hij zou zeker niet de laatste dorpsgenoot zijn die tussen 40 en 45 omkwam. Soms door geweld, vaak ook door erbarmelijke omstandigheden in de oorlogsjaren. En zeker in de laatste winter werd er honger en ook kou geleden. Er werd illegaal bos gekapt in het bos het Krans. En in de nacht werd de molen in de Hofpolder illegaal gesloopt. De eigenaar van Hotel Stad Rome begon een gaarkeuken, waar dankbaar gebruik van gemaakt werd. En tijdens de dodenherdenking staan we stil bij het leven in onvrijheid. Bij de vrede wijze waarop Joden, Roma, Sinti, uit de samenleving werden weggenomen en omgebracht in vernietigingskampen. Mijn gedachten gaan uit naar deze slachtoffers, naar de soldaten, naar de verzetsmensen die sneuvelden, naar de gewone burgers die in barre omstandigheden leefden en het ook vaak niet overleefden. Maar ook naar de militairen die omkwamen bij de vredesmissie na de Tweede Wereldoorlog. En zoals elk jaar denk ik op 4 mei ook aan onze Warmondse burgemeester Ketelaar, die in 1944 werd doodgeschoten. In de hoogspanning rond die day werd hij door de bezetters opgepakt en zonder enige vorm van proces gefusilleerd. Eerder vandaag herdachten we hem bij de plaketten bij de Oude Toren in aanwezigheid van zijn familie. In de kerk refereerde ik zojuist al aan de woorden die vaak vallen als wij elkaar oorlogsverhalen vertellen. Dit nooit meer, zeggen wij dan heel vaak. Zeker wanneer we stilstaan bij de gruwelen van de oorlog. En toch moet er vandaag de dag opnieuw een verschrikkelijke oorlog. Nog geen 3 uur vliegen van ons veilige land. Daar worden steden beschoten, burgers vermoord. En wij zien de beelden, horen de verhalen. De rechteloosheid heerst opnieuw. De geschiedenis herhaalt zich. En juist daarom is het ontzettend belangrijk om verhalen uit het verleden met elkaar te blijven delen, door te geven, stil te staan bij hoe het zover heeft kunnen komen. En vervolgens te bedenken
wat we zelf kunnen doen om vrede te bewaren. Bijvoorbeeld de dialoog met elkaar aangaan. Luisteren naar elkaar. De vrede begint eigenlijk elke dag opnieuw. Iedere dag opnieuw is er een kans. In ieder van ons. Op de stoep. Bij ons tuinhek. Het begint met een vriendelijk woord. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. Laten we vandaag, morgen en alle dagen zeggen dit nooit meer. En er vervolgens ook naar leven. Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage bij deze herdenkingsdienst, zowel in de kerk als hier bij het monument. En ook natuurlijk uw aanwezigheid hier bij het monument. Hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze herdenking. En het moet het iedereen toch goed doen dat we hier met velen samen zijn gekomen. Na een aantal jaren dat het niet mogelijk was. Om hen te gedenken die hun leven hebben gegeven om ons de vrijheid terug te geven. Ook zal het de nabestaanden die een dierbare verloren hebben goed doen om te zien dat wij hen niet vergeten zijn. Maar wij zijn hier niet alleen om te herdenken, maar ook om in de toekomst dit nooit meer te laten gebeuren. En we zijn op de goede weg dat jongeren hier via hun ouders of via de scholen erop te wijzen dat de oplossing alleen maar via diplomatieke weg kan plaatsvinden. En zo de stabiliteit in onze wereld te brengen dan wel te verbeteren. Het thema van dit jaar is vrijheid en verbondenheid. Maar vrijheid en verbondenheid is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we met z'n allen aan werken. Brandhaarden die er nu zijn en nieuwe die dreigen om zich te ontwikkelen, hier in onze nabijheid, maar ook elders in deze wereld, moeten ze snel mogelijk gedoofd worden of nog beter in de kiem te laten smoren. En laten we met z'n allen ervoor waken dat vrede, die ons zo dierbaar is, ook overal in deze wereld te doen ontstaan. Dit jaar zijn we speciaal met onze gedachten bij de bevolking van Oekraïne. Wij voelen ons net zo machteloos als zij die onder het oorlogsgeweld gebukt gaan. En laten we hopen dat er heel snel een einde aan dit oorlogsgeweld gaat komen. Ook vandaag tonen we ons medeleven met de bevolking van Oekraïne door de vlag van Oekraïne naast onze driekleur. Laten wij met ons allen daarvoor inzetten dat wij met en naast elkaar in een vredige wereld mogen leven. Wij gaan hier nu weg en als herinnering aan hen en als dank defileren wij nog eenmaal langs het monument met een bloemengroet. Misschien heeft u die zelf meegenomen en anders staan hier bloemen klaar die u uit de mand kunt halen om ze hier bij het monument neer te leggen. En ik verzoek u dan ook om als eerste hier naast de genodigden het defilé te openen.